Dames en heren, welkom op deze zondagmiddag. Nabeschouwing van de eerste playoffwedstrijd. Halffinale tussen Landstede en ZZ Leiden. Het aantal toeschouwers vanmiddag in het Landstede Sportcentrum bedroeg 800. Die zagen tussenstanden van 17-19, een ruststand van 40-41, derde kwart 57-62 en uiteindelijk een 82-88 overwinning voor ZZ Leiden. Welkom bij de coaches. Natuurlijk Paul van Vaak van ZZ Leiden en Herman van der Belt van Landstede. Paul, in eerste instantie gefeliciteerd met deze overwinning. Wij spraken elkaar even voor de wedstrijd, dus gaf je aan. De eerste wedstrijd, kwartfinale Amsterdam, was niet goed. De tweede was een stuk beter en de derde wedstrijd vond je een prima wedstrijd van ZZ Leiden. Ik denk dat ik een tevreden coach naast me heb. Ja, natuurlijk. Het was voor ons na die eerste nederlaag tegen Amsterdam. Stonden we met de rug tegen de muur. We hebben daar recht gezet. Nu staan we in halve finale. En ik heb ook tegen de groep gezegd, kijk, we moeten gewoon blijven knokken en wedstrijd voor wedstrijd bekijken. En uiteraard ben ik blij met de overwinning. Jullie begonnen heel scherp het eerste kwart. Eerste helft zelfs een rebound overwicht van 14-23. Wat geef je dan aan in de pauze? We hadden dat moeten blijven doen, maar we hebben het niet blijven doen. Wij geven, als ik me goed voor heb, 17 aanvallende rebounds aan Zwolle. Dus dat is veel te veel. We geven dat zelfs 3 keer op een buzzer shot. Zou niet mogen. Maar ja, ik denk dat het een typische play-off wedstrijd was. Werd hard geknokt. En ja, voor ons is nu, wij hebben 1 gewonnen en dat is het. Oké, dankjewel. Herman, hoe kijk jij terug op deze eerste wedstrijd in die halve finale? Ja, uiteindelijk qua stand, we verliezen 3/4, dus ik denk dat we terecht verloren hebben. Ik denk dat Leiden scherper was dan wij. Ik vond het zo wat alerter, wat agressiever. Dat kostte ons een poosje dat we doorheen waren. Ik denk dat de rebound de eerste helft helemaal terecht was, dat we daar achteraan liepen. Ik vond ons slordig de eerste helft eindigen. Voor mij hadden zij 8 scores uit hun laatste 10 aanvallen. Hè, want we komen voor mij 7 punten achter en we komen daarna 10 of 9 voor. Dus we maken een prima run. Maar toen zag ik ook al wat nonchalance erin komen. Dus ook 1 punt achter bij rust, waarbij het schotpercentage 3 punten voor Leiden opvalt, 7-9. En Koen is, die heeft voor mij 3 of 4, die eindigt met 5-6. Nou, dat heeft hij voor mijn hele leven nog niet gedaan. Dus die speelde een erg goede wedstrijd voor hun. En eigenlijk, daarin hebben ze denk ik ook terecht gewonnen. We staan 1-0 achter en moeten 4 wedstrijden winnen. Aanvallend 82 punten is goed voor Landstede. 88 voor Leiden is een beetje te veel van het goede lijn. Ja, jij drukt dat heel erg netjes uit. Ik heb daar nog wel wat andere woorden voor. Dat is gewoon slecht. En dan heb je het over de 88 punten van Leiden, ja. Heb ik aan. Ja, dat is gewoon veel te veel. Eindconclusie? Nou, dat we woensdag weer een wedstrijd hebben. En dat 1-0 voor Leiden staat. Ja. En misschien naar zondag toe is elektriciteit nakijken. Dat doen we expres. Dus dat zijn de trucs die... Zijn er nog vragen van een van de aanwezigen? Dan dank ik bij de coaches voor de korte nabeschouwing. Volgende week zondagmiddag zitten we hier weer. 2 uur. Voor de derde wedstrijd in deze Best of 7. Weer tegen Leiden. Dezelfde plek, dezelfde tijd, maar dan een week later. Dank u wel. Ja.